Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Kees van Keulen. Ik ben voorzitter van Stichting Muziek Stad Tiel, ook wel bekend als SMT, de organisator van Appelpop. Als Appelpop hebben wij vanavond in deze raadsvergadering spreektijd aangevraagd met als doel u als raad deelgenoot te maken van ons ongenoegen. Dit vervelende gevoel vindt zijn oorsprong in de wijze waarop SMT is geïnformeerd door de gemeente Tiel over diverse zaken gerelateerd aan Appelpop. Op 28 mei hebben wij een gesprek gehad met Hans Beenakker, Marcel Melissen, Frank Brugman en David Volmer om te spreken in algemene zin over Appelpop 2015 en 2016, onder andere over veiligheidsaspecten. In dit gesprek werd ons verteld dat in de raadsvergadering van 27 mei Appelpop in een besloten agendapunt was besproken. Daarnaast kregen wij een aantal mededelingen, waaronder nummer 1. Kensington mag op zaterdag niet afsluiten. Verwachte uitstroomproblemen en werkzaamheden aan het spoor waren hiervoor de voornaamste redenen. Inmiddels hebben wij de programmering weten aan te passen. Punt 2. Het maximaal aantal bezoekers moet worden teruggebracht tot 40.000 in 2015 en in de komende jaren nog verder worden teruggebracht. Dit in verband met de ontruimingstijd van het festivalterrein. Er moet naar oplossingen gezocht worden. Wij hebben het als SMT als zeer onprettig ervaren hoe deze mededelingen zijn gedaan en hoe het informatieproces vanuit de gemeente is geweest. Wij betreuren het dat er vooraf geen dialoog heeft plaatsgevonden. Naar onze mening was het beter geweest om in een eerder stadium al contact op te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Nu werd SMT met een voldongen feit geconfronteerd. Opmerkingen over de programmering raken ons als popfestival natuurlijk in onze artistieke vrijheid. Wij willen dus een goede discussie voeren met de gemeente over dit onderwerp. En wat ons verder enorm heeft verbaasd is dat Appelpop op 27 mei in de raadsvergadering blijkbaar als besloten agendapunt moest worden behandeld. De grondslag van het punt bezoekersaantallen is gelegen in de aanbevelingen van het KCEV en van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Na een conceptrapport van vorig jaar en de op- en aanmerkingen hierop door diverse partijen heeft het definitieve KCEV-rapport lang op zich laten wachten. Wij hebben bij herhaling gevraagd wanneer we het afgeronde onderzoek konden verwachten. Wij vinden het erg jammer dat het definitieve rapport, gedateerd op 13 februari 2015, niet eerder beschikbaar is gesteld. We hebben de stukken nu in ons bezit en er wordt al druk op gestudeerd. Over deze rapporten zullen wij de komende tijd nog uitgebreid gaan praten. Het gaat er natuurlijk wel om dat we met z'n allen de juiste keuzes maken gebaseerd op de juiste informatie. Stichting Muziek Stad Tiel organiseert al 24 jaar een goed, mooi en bovenal veilig Appelpop. De expertise, kunde en ervaring om dit op een goede en verantwoorde manier te doen is bij onze vrijwilligers ruimschoots voorhanden. Dit is iets waar u overigens zelf altijd getuige van bent geweest. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om, zoals in de aanbevelingen ook staat aangegeven, met de gemeente over alles in gesprek te gaan. Wij begrijpen ook dat die belangen divers zijn. Commotie rondom Appelpop. Waarom? Een commotie zou ik het niet willen noemen. Maar... Nou, in de stad is daar toch aardig over gesproken. Ja, er wordt over gesproken. Maar een commotie vind ik... Ja, wat duiding waar ik het niet mee eens ben. We hebben een aantal discussiepunten. We hebben het vanavond ook over gehad. Daar gaan we over doorpraten, ook in de commissie van 2 juli. Welke punten zijn dat? Nou ja, kijk, elk jaar stellen we de kaders vast als college. Voor Appelpop en voor Fruitcorso ook. Er zijn een aantal punten, daar zijn we met elkaar over in gesprek. Een van de dingen die we als college hebben aangegeven is van... we willen dit jaar in ieder geval niet op zaterdagavond een topact aan het eind... Ook omdat er een probleem is met de treinen lopen, dus werkzaamheden aan het spoor, 's nachts van ProRail. Is dat dan eenmalig? Nou ja, kijk, we hebben ook de afgelopen jaren gezegd, we moeten slim kijken naar de uitstroom in het weekend. Met name op de zaterdag, omdat dat de drukste dag is, naar het openbaar vervoer toe. Dus ook voor de volgende jaren willen we daar met elkaar naar gaan kijken. Maar voor dit jaar hebben we dit kader gesteld. Het tweede punt is dat we gezegd hebben van nou, we willen een maximum stellen aan het aantal bezoekers wat dit jaar komt. 40.000, dat is in de piek. Hè? Dus, want daar was ook wat misverstanden over, begreep ik, in de stad en in de media. Dat mensen dachten dat het over het totale aantal bezoekers ging. Het gaat over het aantal gelijktijdige bezoekers in een piek. En daar zit nog wel rek in, hè? Daar zit rek in, want die piek die lag vorig jaar lager. Nou goed, die hebben we nu op 40 gezet en ook daar gaan we met elkaar... over spreken hoe we dat 2016 en verder zien. Derde punt waar we met elkaar over nu aan het spreken zijn... is van de wens vanuit het college om te kijken van... kun je extra vluchtweg creëren
waardoor je ontruimingstijd van het totale terrein wat omlaag gaat. Dat is op advies van de veiligheidsregio. Dat geldt overigens ook voor die 40.000. Het heeft dus alles te maken met veiligheid? Het heeft alles te maken met veiligheid. Ik heb ook vanavond gezegd, er gebeurt heel veel aan veiligheid. Als ik naar dit evenement kijk en ook naar Fruitcorso, wordt er enorm ook door de organisatoren geïnvesteerd in veiligheid. Dus alle waardering daarvoor. Als ik naar Appelpop kijk, wordt enorm veel gedaan. Grote camerawagen die staat, maar ik hoef niet alles te gaan noemen. Alleen er zijn ook een aantal zaken die naar aanleiding van de adviezen die liggen, wat ons betreft nog enige aanscherping behoeven. Nou ja, daar zijn we over met elkaar in gesprek. En ik heb alle vertrouwen in dat we daaruit komen. Nou, in de vorige vergadering is daar besloten over gesproken. Waarom was dat? Ja, dat had te maken met het feit dat we het college stelt de kaders vast. Omdat we hier een aantal aanscherpingen in zitten die er vorig jaar niet in zaten, vonden wij het prettig, collega Melis en ik, om daar de raad over te consulteren. Dat wilden we om twee redenen niet in openbaarheid doen. Enerzijds, omdat je krijgt dan heel veel, zoals u zei, commotie, terwijl je eigenlijk nog met elkaar in gesprek bent. En andere belangrijke reden was dat wij het Appelpop-bestuur nog niet gesproken hadden. Die spraken we de dag erop. Maar wij vonden het niet netjes in de openbaarheid de discussie over deze punten te gaan voeren en dan de dag daarna met de Appelpop-bestuur pas te spreken. Dus dat was dat had met de volgorde te maken. Achteraf daar gelukkig mee met hoe dat gelopen is? Nou ja, ik vind zelf sta ik nog steeds gewoon achter deze procedure. En belangrijker vind ik dan terugkijken is vooruitkijken en gewoon met elkaar aan de slag om de punten op een goede manier op te lossen. En ik heb ook aangegeven, natuurlijk hebben wij vanuit Appelpop en Tiel heel veel gemeenschappelijke belangen gelukkig. We vinden het een fantastisch evenement, dat geldt voor de hele raad. Maar we hebben ook een aantal punten waar we van mening verschillen. Dat is misschien ook wel logisch bij een groot evenement. Dat je als organisator soms wat andere belangen hebt dan vanuit de gemeente. Dat is ook niet erg, dan moet je met elkaar gewoon volwassen discussie over kunnen voeren. Een dialoog aangaan met de raad. Met de raad en vanuit het college nu met Appelpop vanzelfsprekend, om dit weekend gewoon goed voorbereid te krijgen. En er zullen misschien best een aantal punten zijn waar we het niet over eens worden. Maar ik ga ervan uit dat we op hoofdlijnen daar gewoon goed uit gaan komen. Kees van Keulen, voorzitter van Appelpop, de Stichting Muziekstad, de organisatie die achter Appelpop zit. Dit kwam bij jullie rauw op het dak? Nou, rauw op het dak. Waar wij met name gewoon over ontstemd waren, is gewoon de procedure die de burgemeester eigenlijk nu ook even aankaart. Wij waren verrast. Erg verrast op het moment dat wij gewoon het gesprek aangaan met het college, wat we natuurlijk vaker doen, dat er al met de raad gesproken was in beslotenheid over Appelpop. Dan heb je zoiets van, worden we wel serieus genomen, hoe zit dat? Nou, dat soort zaken hebben we gewoon echt scherp met elkaar uitgesproken. We hebben toen ook zeg maar de mededelingen aangehoord. We zijn niet direct in discussie gegaan, dat hebben we eerst gewoon. Wat waren die mededelingen? Nou, inderdaad, van wat de burgemeester net ook aangaf, van dat we te maken hebben met bezoekersaantallen. Daar moet een maximum in zitten. Oké, we hebben te maken met een afsluiter die voor bepaalde problematiek gaat zorgen op uitstroom van het publiek na het festival. En er was ook nog een uitdaging bij ProRail met het spoor. Nou goed, daar ga je dan over nadenken. En als je die mededeling krijgt, dan probeer je dat zo snel mogelijk op te lossen. Dat is niet even gemakkelijk. Onze programmawerkgroep is daar gewoon dag en nacht mee bezig geweest om die programma ook gewoon om te kunnen gooien voor dit jaar. Nou goed, dat is gebeurd. Dat valt ook binnen de kaders op dit moment. Die aangekaart gaan worden in de commissie die we binnenkort nog gaan bespreken. Ik kan me zo voorstellen dat Appelpop zelf ook kaders stelt. Natuurlijk, want dat geven wij al jarenlang aan. Kijk, veiligheid is voor ons gewoon een heel belangrijk issue. Dat is heel simpel. Wij zijn daar gewoon altijd heel serieus mee bezig. We hebben een club mensen in onze organisatie zitten die daar heel kundig mee omgaat. Dat is echt een kwaliteit waar we ook heel erg trots op moeten zijn. Kijk, uiteindelijk gaat het erom van dat je gezamenlijk gewoon tot standpunten komt van waar je gewoon allemaal zegt van oké, dit is veilig en dat vinden we een goed idee. Dat moet wel ten alle tijde ook realistisch zijn. He, er liggen ook scenario's nu, er zijn dingen aangegeven van nou, dit zou kunnen gebeuren, dat zou kunnen gebeuren. Ja, tuurlijk kunnen die gebeuren, maar laten we dat wel even met elkaar bespreken. Maar dat is het vervolg wat nog gaat komen, denk ik. Wat er op dit moment bij ons gewoon, waar de pijn zat, en dat hebben we gedeeld met het college en vanavond met de raad, is van ja mensen, deze gang van zaken, dat doet ons enorm pijn. Dat vinden we niet leuk.
Als er over Appelpop gesproken wordt, dan vinden wij ook dat je met Appelpop in gesprek moet gaan, zoals wij gewend zijn. En dan komt het inderdaad rauw op ons dak. Dat je dan inderdaad geconfronteerd wordt, ja, we hebben al met de raad erover gesproken, nu gaan we met jullie in gesprek. Wij vinden dat dat andersom had gemoeten. En wij vinden ook dat de raad eigenlijk had aan moeten geven, met dat besloten agendapunt van, ja, dat is fijn, burgemeester of college, maar waarom ga je niet eerst met Appelpop in gesprek? Dan was het denk ik toch anders geweest. Want we hebben ook zo'n goede verhouding met elkaar al die jaren gehad, van we kunnen de telefoon pakken en dan is het inderdaad Hans Kees en dan weten we ook elkaar te vinden. Maar goed, er zat druk op, dat begrijpen wij ook, maar wij zijn er wel in teleurgesteld. Nou, dat hebben we afgelopen maandag denk ik heel goed met elkaar stevig even in discussie geweest. Dat is ook uitstekend. Zo is de verhouding gelukkig ook. En dan is die lucht voor voorlopig even geklaard. We hebben het nu met de raad gedeeld en we gaan het binnenkort in de commissie gaan we onze standpunten nog wat meer verhelderen. En wat er voor 2015 geldt, dat is dat is korte termijn, toch? Maar voor 2016-17, als we het over bezoekersaantallen hebben, de rapportage van het KCEV die erachter ligt, het advies van de veiligheidsregio, dat zijn allemaal zaken die we serieus meegenomen. Want we moeten toch uiteindelijk ervoor zorgen dat we Appelpop met welke belemmeringen dan ook nog kunnen houden. Kijk, en als er zoveel beperkingen op te leggen van dat je het niet meer kunt organiseren, ja, dan houdt het natuurlijk ook op. Maar wij hebben net als de gemeente de insteek om te zorgen dat we in ieder geval wel nog steeds over een toekomst kunnen spreken. En dat is de belangrijkste insteek op dit moment. Reactie? Ja, ik denk, kijk, het belangrijkste is, nogmaals, ik sta zelf wel achter deze procedure. Omdat ik het belangrijk vond om de raad, en dat geldt voor collega Melissen ook, tijdig te consulteren. Over de lijn die wij wilden uitzetten. Het heeft ook met twee zorgen te maken of aandachtspunten die ik zelf heb. Ook vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester. Ja, maar hoe ver ga je? Nou ja, dat heeft ook te maken met de zorg. Dat is misschien een iets andere zorg dan Kees uit. Over de voorbestaan van het evenement. Dus je moet ook niet met elkaar willen dat er het hoeft maar soms een klein incident te zijn. Wat je niet goed doordacht hebt van tevoren, op basis van de adviezen die er liggen, en dat daardoor een evenement in gevaar komt, dat wil ik ook niet. Tuurlijk, maar bijvoorbeeld bezig zijn met zo'n programmering, hè, de laatste act vastzetten, dat is nogal wat natuurlijk. Nou ja, kijk, we hebben de afgelopen jaren zijn er ook niet geëindigd met de top act. Dus daar hebben we toen ook afspraken over gemaakt, dus het is niet helemaal nieuw. Dat is één. En twee is, ja, dat gaf ik net al aan. Nogmaals, ik heb alle vertrouwen dat we eruit komen. Maar er liggen ook verschillende verantwoordelijkheden. Ik heb ook als burgemeester verantwoordelijkheid als het gaat over de veiligheid in de stad. En als ik dan adviezen heb van de veiligheidsregio, ja, dan moet ik daar ook serieus mee omgaan. Want anders, dat vind ik ook belangrijk vanuit mijn positie. En nogmaals, wij gaan met elkaar daar gewoon over in de slag. Heren, werk aan de winkel. Er is nog van alles te bespreken in ieder geval. En ik wil nog een kleine toevoeging geven op dit vlak. Van de programmering heeft natuurlijk met heel veel zaken te maken. We hebben ernaar gekeken in het verleden. Met 2012 hadden we een hele sterke programmering staan. Ook het topjaar van Appelpop in al die jaren. Goed, maar toen hebben we uiteindelijk ook na afloop kunnen concluderen dat er geen ernstige calamiteiten of problemen zijn ontstaan. Wel vinden wij het ook belangrijk dat we op één lijn gaan zitten uiteindelijk. Nou goed, dat zal nog wel een paar harde nootjes worden om te kraken, maar dat is ook helemaal niet erg. Nee, het uitgangspunt is natuurlijk dat we Appelpop behouden voor Tiel. Nou ja, dat is sowieso het uitgangspunt. Mooi en veilig evenement. En wat ik vanavond ook in de raad gezegd heb, kijk, we moeten ook niet te bang zijn voor die discussies met elkaar. Omdat, kijk, het is gewoon een heel groot evenement in Tiel, waar we heel trots op zijn. Maar er komt ook heel veel bij kijken. Veel meer dingen, en dat Kees weet dat, ik weet dat, maar veel meer dingen dan de meeste bezoekers eigenlijk weten. En daarom is het wel heel belangrijk dat je daar met elkaar serieus naar kijkt. Elk jaar zullen we wel weer een aantal punten hebben waar we discussie over hebben. Elk jaar is er soms ook weer voortschrijdend inzicht, of bij de organisatie of bij de gemeente. Dat is ook helemaal niet erg. Het is een heel groot evenement, geldt voor het Corso ook. En dat vraagt gewoon goede, gedegen voorbereiding. Dan is misschien nog maar één ding van belang. Ik denk het sowieso niet goed is om iedere keer terug te kijken. Je moet, zoals de heer Keulen ook aangaf, aan het eind van het gesprek vooral vooruitkijken. Ik heb overigens ook in elk gesprek, en de heer Menis ook aangegeven, dat we alle vertrouwen hebben in de deskundigheid van de organisatie. Dat is één.
ook geen twijfels hebben dat daar geen veiligheidsbewustzijn zou zijn of zo. Integendeel, want we hebben de afgelopen jaren heb ik zelfs regelmatig mensen naar het terrein meegenomen, ook van de veiligheidsregio, van de collega's van andere gemeenten, om te laten zien hoe goed we dat voor elkaar hadden samen. En er wordt natuurlijk ook heel veel aan, zit er aan voorbereidingen in met draaiboeken en et cetera. Nou, dat weet u uit ervaring, oefeningen ook die we houden. Dus dat is helemaal niet het punt, maar goed, er zijn wel een aantal discussiepunten die spelen. Die hebben te maken met deze adviezen, soms ook met voortschrijdend inzicht. En ja, daar verschillen soms onze belangen. Dat heb je als iemand iets organiseert en ik of wij zitten vanuit de rol vanuit de gemeente naar te kijken als vergunningverlener. Ja, dan heb je soms daar stevige discussies over, maar dat moet vind ik ook kunnen. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, het zou heel raar zijn als je zo'n groot evenement houdt in je stad. Of twee evenementen en je zou helemaal geen ingewikkelde discussies hebben. Dan zou je eigenlijk moeten afvragen of je als gemeente wel goed bezig bent. Maar het gaat er natuurlijk niet om of de discussies ingewikkeld zijn. Het gaat erom dat je toch een goede oplossing samenkomt. Nou, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het is ook helder dat wij ook met elkaar wel zeg maar heldere kaders, grenzen hebben gesteld. Zoals we vorig jaar ook hebben gedaan. En ik vind dat we ook die verantwoordelijkheid hebben als college en ik als burgemeester. De vernieuwbouw van alles wat maar met onderwijs te maken heeft in Tiel. En dat is erdoor. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De raad heeft in grote meerderheid ingestemd met de vernieuwbouwplannen van het Lingencollege. Ontzettend belangrijk, want dat is gewoon eigenlijk het voortgezet onderwijs in Tiel. Op drie locaties. Op dit moment Rozenstraat is al opgeknapt. Heiligestraat en Thijssenbandlaan. En daar zijn nu de plannen echt voor goedgekeurd. Dus dat betekent dat er een nieuwbouw komt voor de MAVO. De term MAVO komt ook weer terug. Die komt op de Tielerwaardlaan. Daar worden de lage gedeeltes van gesloopt van de huidige Thijssenbandlaan locatie. De rest wordt opgeknapt voor zo'n 2,5 miljoen. En voor zo'n 9 miljoen wordt de Heilige Straat, HAVO-VWO, wordt ook een lyceum, wordt helemaal vernieuwd. Waarom is dit? Nou ja, de raad heeft een paar jaar geleden al nadrukkelijk aangegeven dat men zich zorgen maakt over de concurrentiepositie van het voortgezet onderwijs in Tiel. Er gaan echt heel veel leerlingen van Tiel naar Geldermalsen en Culemborg. Alleen al in Geldermalsen gaat het om bijna 300 leerlingen. Nou, dat zijn ruim 10 klassen die elke dag van Tiel naar Geldermalsen gaan. En dat is eigenlijk ronduit bezopen. We zouden in Tiel echt de huisvesting op orde moeten hebben voor het voortgezet onderwijs. Zodat in ieder geval de keus voor gebouwen, uitstraling, dat die niet hoeft te worden gemaakt. Maar dat we dat gewoon hier in Tiel zelf op orde hebben. In welk tijdsbestek gaat het een en ander plaatsvinden? Nou, het gaat echt in totaal om een verhuisoperatie dan van zo'n 3000 leerlingen. Dat is echt een mega-operatie. Dus daar zijn we wel 5 jaar mee bezig in verschillende fases. Dus we beginnen met de nieuwbouw van de MAVO. Vervolgens wordt de Heilige Straat opgeknapt en daarna de Thijssenbandlaan. Vandaag tijdens de raadsvergadering is er gesproken over de kaderstellende discussie over het buitengebied. Best wel wollig, maar wat houdt het in? Het houdt in dat binnenkort de bestemmingsplannen voor het buitengebied aangepast moeten worden. In de bestemmingsplan wordt geregeld waar gebouwd mag worden, waar niet gebouwd mag worden. Wat mag er gebouwd worden? Een woning, een boerderij, moet het weiland blijven? En voordat we aan de slag gaan met dat bestemmingsplan, willen we van de raad weten welke kant wil u uit met het buitengebied. We hebben een aantal zaken voorgelegd. Wil u bijvoorbeeld grootschalige recreatie of juist niet? Wilt u ruimte geven aan bedrijven om uit te breiden of juist niet? Wilt u dat er meer woningen komen of juist niet? Dus verschillende keuzes zijn voorgelegd aan de raad en daarmee gaan we aan de slag voordat we het bestemmingsplan aan gaan passen. Vorige maand een motie over TTIP, toen is die aangehouden en nu raadsbreed gesteund. Ja, dat klopt. Ook een beetje mijn verrassing en de verrassing van de PvdA is onze motie, die is nu
Die is nu unaniem aangenomen door de Raad. Daar zijn we heel blij mee. Even in het kort, TTIP. TTIP is een handelsverdrag wat op dit moment wordt gemaakt tussen de EU en de Verenigde Staten. En er worden geprobeerd handelsbelemmeringen tussen de EU en de Verenigde Staten weg te nemen. Dat is op zich mooi natuurlijk, maar dat heeft ook consequenties voor lokale bedrijven. Ja, klopt ja. Het heeft als gevolg dat Amerikaanse bedrijven, als ze in de EU gaan handelen, dat ze niet meer hoeven te voldoen aan wetgeving van Nederland en ook niet van gemeenten, dus ook niet van Tiel. Nee, het is gewoon de wetgeving die in Amerika geldt en daar zitten grote verschillen in, hè? Bijvoorbeeld met het wassen van kip. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een voorbeeld dat altijd wordt gehanteerd. Kip, dat moet je in Nederland op een verantwoorde wijze schoonmaken, kippenvlees. En in Verenigde Staten mag dat met chloor. Dus de vrees is dat Amerikaanse bedrijven die dan in Nederland komen, het kippenvlees met chloor mogen schoonmaken. Dus dat wij de zogeheten chloorkip krijgen in Nederland. Nou, dat soort perikelen willen wij hier niet hebben. En bovendien, ja, dat zou ook betekenen dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan regelgeving die we hier in de Raad vaststellen. En daarvan heeft de Raad gezegd dat gaat ons een brug te ver. Wij willen dat wij als gemeenteraad van Tiel over onze eigen regels gaan. En niet dat Amerikaanse bedrijven daar niet aan hoeven te voldoen. Hoe bijzonder is het dat deze motie is aangenomen, raadsbreed? Ja, het is heel bijzonder. Allereerst natuurlijk omdat het raadsbreed is. Dat is echt een signaal naar de Rijksoverheid toe en naar de regering toe. Maar naar mijn weten, en ik weet dat het eigenlijk 99% zeker, zijn wij de eerste gemeente in Nederland die zich tegen TTIP heeft uitgesproken. Of tegen aspecten van TTIP hebben uitgesproken.